Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO, heeft gisteren, dinsdag 20 december, de eenmalige uitkering van 1000 SRD AOV Plus in het district Sipaliwini uitbetaald. De kasuitbetalingen hebben plaatsgevonden te Jumo en Dritabetje. Deze eenmalige uitkering van 1000 SRD is bestemd voor senioren burgers die maandelijks slechts een AOV, Algemeen Ouderdagsvoorziening, uitkering krijgen. Minister Urakit Ramsaran van SOZAVO zegt dat er vanuit het ministerie met man en macht is gewerkt om het AOV Plus project uit te voeren. Alles wordt in het werk gesteld om de noden van het volk te helpen verlichten conform de begroting. We werken er naartoe zaken structureel aan te pakken, aldus minister Ramsaran. Het AOV Plus project wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Regionale Ontwikkelingen en Sport. De bewindsman geeft aan dat een ieder zal krijgen waar hij recht op heeft, indien hij maandelijks slechts een AOV-uitkering krijgt. Verder vroeg de SOZAVO-minister de slechts AOV-genietenden van de overige gebieden wat geduld te betrachten. De besprekingen betreffende de justitiële samenwerking tussen Suriname en Nederland worden gestaag voortgezet. Gisteren, dinsdag 20 december, is er een onderhoud geweest tussen minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie en de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind. Tijdens de bespreking is er van gedachten gewisseld over het gevangeniswezen, ondersteuning bij de aanpak van corruptie, mensenrechten en zaken aangaande de bilaterale samenwerking. Bij dit laatste gaat het onder andere om uitlevering van dan wel in Nederland of Suriname veroordeelde ingezetenen die hun straf eventueel in het land van herkomst zouden kunnen uitzitten. In dezelfde lijn hebben de functionarissen ook gesproken over hoe ingezetenen die in een van de twee landen zijn gevonnist, maar te kampen hebben met gezondheidsproblemen, naar hun land zouden kunnen worden overgebracht. Hier zal ook het ministerie van Volksgezondheid bij betrokken worden. Verder is de steun van Nederland bij zowel reclassering als wetgeving en het Makandra-project onderwerp van gesprek geweest. Hierbij is nagegaan op welke manier zaken efficiënter kunnen lopen. Minister Amoxie geeft aan dat deze periode van werkbespreking gaat over het verkrijgen van technische ondersteuning en capaciteitsversterking van het ministerie van Justitie en Politie. We kijken uit naar andere modellen zodat Nederland ons fysiek ondersteunt, maar ook naar materieel en middelen, zegt minister Amoxie. De bewindsman voegt eraan toe dat de garantie en aanpak van de rechtsbescherming ertoe moeten leiden dat het ministerie naar een hoger niveau gaat. Eén waarbij er een betere samenwerking gerealiseerd kan worden en het departement de Surinaamse gemeenschap beter van dienst kan zijn.